We gaan een Asena GW klaarmaken voor gebruik bij een patiënt thuis. Het eerste wat we doen is het plaatsen van de netstekker. Het tweede wat we doen is het plaatsen van de druppelsensor. Vervolgens nemen we onze infuuszak en het bijbehorende systeem. We sluiten de klem onder de spijk. We verwijderen de beschermhuls en we prikken onze spijk in de infuuszak. We hangen onze zak aan de infuuspaal. We rollen ons systeem verder af. En we openen de deur van de pomp. We openen onze freeflow. Dit hendeltje omhoog drukken. We plaatsen ons infuussysteem in de pomp. En we sluiten de deur. Vervolgens nemen we onze druppelsensor en die plaatsen we op de druppelkamer. Zorg dat het geheel altijd recht hangt. We zetten de pomp aan. Voor het vullen houden we onze druppelkamer op de kop. We drukken op de purge-knop voor het vullen. We openen onze klem. We houden de purge-knop ingedrukt en we vullen de slang zo lang totdat er ongeveer 2 centimeter infuusvloeistof in de druppelkamer staat. Als dat erin staat, draaien we onze druppelkamer om. We gaan opnieuw op de purge-knop drukken. En we vullen de rest van ons systeem. Zo gauw we vloeistof in ons dopje zien verschijnen, is het systeem vol. Vervolgens gaan we een loopsnelheid instellen. De loopsnelheid instellen doen we met de twee pijltoetsen. 1 keer drukken is een stapje van 1 omhoog of naar beneden. Vasthouden is stapjes van 1, vervolgens 10 en daarna 100. Hetzelfde geldt voor naar beneden. 100. We gaan een loopsnelheid instellen van 85. De laatste stapjes altijd los drukken, anders schiet hij er overheen.
We hebben een loopsnelheid van 85. Vervolgens drukken we op de keuzetoets. Dan verschijnt het te infunderen volume. Het te infunderen volume is de inhoud van je infuuszak. We hebben hier een zak van 500, dus we zetten ons te infunderen volume op 500. Dit instellen werkt net zo als het instellen van de loopsnelheid. Vervolgens kunnen we zien of de pomp al iets gegeven heeft. Is dat het geval? Wist dat dan met de toets ML met het streepje erdoor? Heb je alle instellingen correct? Dan kun je door op start te drukken de pomp starten. Check of je al je klemmen hebt openstaan of je druppelsensor goed op de lijn op de druppelkamer bevestigd is. Sluit je lijn aan bij de patiënt en druk op start. Je zult horizontale streepjes zien en iedere keer als de sensor een druppel ziet, een rondje ten teken dat hij een druppel heeft waargenomen.